Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe en allerlaatste aflevering van WK Voorspellen 2022. De winnaar is bekend, zowel de winnaar van het WK als de winnaar van WK Voorspellen. Laten we eerst eens naar de uitslagen gaan kijken. In de troostfinale won Kroatië met 2-1 van Marokko. Wat betekent dat Kroatië derde is geworden en Marokko vierde. En in de finale, wat een hele spannende finale was, is uiteindelijk gebleken dat Argentinië wereldkampioen van 2022 is geworden. Naar een 2-2 in de normale speeltijd werd het nog 3-3 in de verlenging. En na penalties won Argentinië. Dus gefeliciteerd Argentinië. Dan hebben we hier de top 3. Piago is eerste geworden. Gefeliciteerd. Dat betekent zo'n sterretje achter je naam als je de top 8 haalt in Eredivisie voorspellen. Op nummer 2 is Sven de Munk geëindigd. En op nummer 3 is Stan de Voetbalman. Ben je nou benieuwd hoe ver jij bent gekomen? In de beschrijving staat een link. En daarin kan je natuurlijk zien hoeveelste je bent geworden. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze serie van WK Voorspellen. Over een paar weken zijn we er weer bij met Eredivisie voorspellen. Mocht je daar nog niet aan meedoen, je kan gewoon halverwege het seizoen instromen. Dat is geen probleem. De aflevering staat al online voor de aankomende speelronde. Dus moet je even terugscrollen en dan zie je die vanzelf. Vergeet die dus zeker niet even in te vullen. En dan zie ik jullie bij Eredivisie voorspellen. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.